Goedenavond. Morgen is het 27 april en dan vieren we, niet enkel in onze bisdommen, maar in de gehele kerk, het feest van Petrus Canisius. Wie was hij en wat heeft hij gedaan? Wij gaan erover iets horen aan de hand van dit boek van Pater Kronenburg, van een jesuit, die leefde 100 jaar geleden, dit boek Nederlands Heiligen. Verschenen 1902. Petrus Canisius is geboren op 8 mei 1521 in Nijmegen. Zijn vader was een vroom en rechtschapen man. En hij was verschillende jaren burgemeester van deze grote stad. U ziet hier hoe deze stad er in die tijd uitzag. Het was een ommuurde stad langs de rivier de Waal. In het midden ziet u de Sint-Stefanuskerk en aan de linkerkant ziet u het Valkhof, het oude burcht van Karel de Grote. Op 8 mei 1521 is precies de dag dat Luthers leer door de kerk veroordeeld werd en deze dag was toen de tijd ook het feest van Sint Michael, patroon van het Duitse Rijk. Zijn geboortedatum lijkt door de voorzienigheid gewild, want met zijn geboorte begint de fase van de terugkeer tot het geloof van de Duitse landen, afgevallen door het protestantisme. Zijn moeder, een vrome vrouw, sterft al tamelijk vroeg, terwijl hij nog een kleine jongen is, en op haar sterfbed zegt zij tot zijn vader: Jacob, bewaar het geloof, voed onze kinderen in de katholieke godsdienst op, vlucht een nieuwe leer en blijf onwrikbaar trouw aan de heilige katholieke kerk. In zijn jeugd was Petrus Canisius een driftige jonge man. Kijk in het boek. Hier staat een print van hem bij zijn moeder. Maar hij was driftig, maar hij had een open hart, een open geest en neemde alles vlug op, zowel van wetenschap als deugd. Toen Petrus Canisius 15 jaar werd, ging hij naar Keulen studeren. En, zoals het daar gebruikelijk was vroeger, werd daar Latijn gesproken. Nu, Petrus Canisius heette eigenlijk Peter de Hond. Maar, koos hij dan een Latijnse naam. En hij dacht eraan, ofwel ik noem mij Petrus van Nijmegen, Petrus Neomagus, ofwel Petrus Canisius. En hij heeft dan Petrus Canisius gekozen, want Canis betekent hond. In Keulen was er een goede priester, een familielid van moederskant, en die heette Nicolaas Esse. En deze priester nam hem onder zijn hoede. Hij zorgde dat Petrus kon wonen in een appartementje. Onder zijn leiding, o mijn God, begon ik meer en meer aan mijzelf te mishagen om u volmaakter te behagen. Zijn gesprekken, zeden en voorbeelden deden een nieuw licht voor mijn ogen opgaan. De eerbied die ik voor hem had, hield de onstuimige bewegingen van mijn jeugdige jaren in bedwang. Met zijn vertrouwelijke omgang tevreden, liet ik graag ander gezelschap varen. Niemand, voor zover ik weet, was mij toen dierbaarder dan hem en zijn raadgevingen waren voor mij als die van een vader. Verschillende schoolvrienden van Petrus Canisius worden weer katholiek als ze met hem omgaan. Hij behaalt de diploma's in de wetenschappen en zijn vader wil hem een goed huwelijk of een
kanunniken loopbaan aanbieden. Maar Petrus Canisius vraagt bedenktijd. Dan hoort hij van Petrus Faber, de eerste jezuïet die in de Duitse landen kon preken. Hij zoekt contact met hem en hij volgt een retraite. En al na enkele dagen wil hij jezuïet worden. Hij legt een toewijding af. Het is in het jaar 1543. Hij is dan 22 jaar oud. Na de retraite komt hij terug met een aantal jonge mannen naar Keulen, waar Petrus Faber en hun en een paar andere goede mensen een kleine woning organiseren om hun noviciaat te beginnen. De novicen, zij leggen zich toe op werken van barmhartigheid. Zij houden lezingen voor hun medestudenten in het college. Zij verzorgen de zieken, de nederigste dingen doen zij. Maar zelfs mag Petrus Canisius in de Domkerk preken. Dan komt er een slecht bericht. Zijn vader is ernstig ziek en vraagt hem dringend te komen. Petrus Canisius, hij gaat naar Nijmegen, 100 kilometer, en in zijn armen sterft zijn vader. Petrus Canisius, hij is bedroefd en hij vreest voor het zielenheil van zijn vader. Hij bidt voor zijn zielenheil een dag en een nacht. Hij krijgt een visioen waarin God hem geruststelt. Hij ziet zijn vader naast zijn moeder in de hemel. Hij komt terug naar Keulen met zijn deel van de erfenis en hij geeft het weg aan armen en hij besteedt het aan goede werken voor de kerk. Hij geeft werken uit van Cyrillus van Alexandrië en van de paus Leo de Grote. Met zijn mede-novicen bestrijdt hij de nieuwe leer van de protestanten. De protestanten, zij zijn kwaad op die novicen en zij proberen bij de stadsraad van Keulen te verkrijgen dat deze raad hen uit de stad zet. En tenslotte mogen ze toch in de stad blijven, maar moeten hun eigen huis verlaten en verspreid in de stad gaan wonen. Van daaruit volgen ze verder hun studies. Het protestantisme heeft jarenlang boekjes tegen de kerk verspreid, 25 jaar lang. De bisschop zelfs is afgevallen en hij doet met hen mee. Daarom zijn de katholieken die proberen het katholicisme vast te houden, ze staan alleen. En Petrus Canisius kiezen ze als hun woordvoerder. Als keizer Karel V in de stad komt, sturen ze Petrus Canisius naar de keizer om de onhoudbare situatie met de bisschop bij hem voor te leggen. Hier ziet u keizer Karel V. De keizer berispt de bisschop en hij neemt enkele maatregelen. Maar als de keizer weg is en de aanhangers van de nieuwe leer de bisschop weer omringen, doet hij uit zwakte met hen mee. Petrus Canisius gaat als woordvoerder opnieuw de keizer opzoeken, omdat de bisschop opnieuw hervallen is. Hij moet daarvoor naar Augsburg. Augsburg is ook de stad waar de pauselijk vertegenwoordiger is. Hij krijgt van de keizer en van de pauselijke vertegenwoordiger brieven mee om de bisschop af te zetten. De hulpbisschop, monsieur van Schoenberg, moet zijn opvolger worden. Als Canisius terugkomt in Keulen, lukt hem dat.
De bisschop treedt vrijwillig af. In 1546 wordt Petrus Canisius priester gewijd. En het jaar daarop mag hij mee met kardinaal van Troeses naar het concilie van Trente. Daar moet hij helpen als theoloog. Als het concilie van Trente voor een pauze wordt stilgelegd, gaan de Jezuïten naar hun overste in Rome. Dat is op dat moment nog steeds de stichter, de heilige Ignatius van Loyola. Deze leert hen zo persoonlijk kennen en laat hen de nederigste werkjes doen om hen in de deugd te oefenen. Daarna stuurt hij hen naar een universiteit om er hun doktersgraad te behalen. In de Duitse landen heeft de aanhang van Luther een groot aantal geloofsboeken, spotschriften en haatpamfletten over de kerk verspreid. Gedurende 25 jaar. In die tijd zijn er van de kant van de katholieken is er niet veel gebeurd. Maar heel weinig mensen verdedigen de kerk. Zelfs bisschoppen en priesters vallen af. De hertog van Beieren vraagt voor zijn hogeschool in Ingolstadt professoren en priesters aan Ignatius van Loyola. Ignatius stuurt hem Petrus Canisius, pater Salmeron en pater Leger. In Wenen zijn de meeste kloosters leeg. 300 parochies rond Wenen hebben in jaren geen priester meer gezien. De laatste 20 jaar zijn er geen priesterwijdingen meer. Nauwelijks een tiende van de bevolking was nog katholiek of durfde zich zo te noemen. De meesten spotten met de geestelijkheid en de kerk. De situatie is catastrofaal. In alle Duitse landen. De keizer Ferdinand van Wenen vraagt Ignatius om Petrus Canisius bij hem te komen. Hij komt tenslotte, keizer de hertog van Beieren wil hem niet loslaten, maar Ignatius stelt voor aan de hertog van Beieren om hem of zijn schoonbroer de keizer hem even mag lenen. Petrus Canisius komt in Wenen. 8 mensen komen bij hem in de kerk om te luisteren naar zijn preek. En als later de pest uitbreekt in de stad, krijgen de mensen toch ontzag voor hem, want hij gaat de pestleiders helpen. Hij gaat zelfs tot buiten Wenen in de winter de parochies bezoeken, waar die geen priester meer hebben gezien sinds jaren. Hij brengt hen de sacramenten, hij preekt, hij houdt missies, hij spreekt tot de jeugd, tot de kinderen. En zo komen steeds meer mensen toch weer terug tot het geloof. In Wenen zorgt Petrus Canisius met hulp van de keizer voor een hogeschool. Als hij die gesticht heeft en met goede leraren heeft voorzien, ook Jezuïten onder andere, wordt hij ook naar Praag gevraagd. In Praag is de situatie nog ernstiger, nog erger dan in Wenen. Als Petrus Canisius met de Jezuïten in Praag aankomt, worden ze bekogeld met stenen, met modder. De afgedwaalden proberen hem verschillende keren in de Moldau te gooien. De rivier die door Praag stroomt. Maar hij gaat voort. Hij sticht een college en hij zorgt voor een goede dagorde, goede leraren. En Ignatius, hij maakt hem tot provinciaal van de Duitse
tak van de orde. Nu moet Petrus Canisius voor al deze gebieden zorgen, hogescholen oprichten en hij sticht huizen voor de Jezuïten. De hertog van Beieren wil zijn Canisius terug in Ingolstadt. Daarna gaat hij mee naar Regensburg, waar ook verschillende protestantse predikanten zich bekeren. In Worms is in september 1557 een grote bijeenkomst van protestanten en katholieken voor godsdienstgesprekken. Maar de protestanten worden het onder elkaar niet eens over hun leer. Dan gaat hij naar Keulen. Hij preekt er voor enorme menigte op het feest van Allerheiligen. Vandaar gaat hij naar Straatsburg om een hogeschool te stichten en er wordt ook besloten een hogeschool in Freiburg te stichten. Vervolgens een school in Dillingen en Augsburg, dan in Nuremberg en Straubing. Vandaar gaat hij naar Rome voor een bijeenkomst van zijn congregatie. De paus stuurt hem vervolgens naar Polen om daar op de Rijksdag te zijn. Onderweg bezoekt hij al de huizen en scholen van zijn congregatie die hij gesticht heeft en bemoedigt de medebroeders. Als Petrus Canisius in 1559 in Augsburg terugkomt, ontbrandt de haat van zijn vijanden tegen hem. Nu schrijft hij daarover aan zijn overste. Geloofd zij de Heer, die zijn dienaren door de haat waarmee de ongelovigen in Polen, Tsjechië en Duitsland hen overladen, verheerlijken wil. Zij proberen de gruwelijkste lasteringen over mij te verspreiden, om mij van mijn eer te beroven, die ik echter totaal niet zoek. Ik verdedig mij niet. Dezelfde behandeling geven ze alle Jezuïten. Misschien komt het spoedig van woorden en dreigementen tot gruwelijkheden. God geve dat, hoe meer zij ons uitschelden, hoe meer wij ons best doen hen bewijzen van liefde te geven. Het is waar, zij zijn onze vervolgers, maar ook onze broeders. Wij moeten hen beminnen uit liefde tot Jezus, die zijn bloed voor hen vergoten heeft, en zij zondigen misschien enkel daarom, omdat ze ons nog niet kennen. Maar juist omdat de protestanten in de haatpamfletten proberen onder de bevolking haat ten opzichte van de katholieken te zaaien, dat doet verstandigere mensen inzien dat de waarheid onmogelijk daar kan zijn waar zoveel oneerlijkheid en haat heerst. Bijvoorbeeld Stefan Agricola, een geestrijke protestant, bekeert zich daardoor. Petrus Canisius staat in Augsburg tegenover 12 protestantse theologen. Eén van hen zegt: de waarheid die deze man vertelt, kan niets weerstaan. Een van de grootste werken van Petrus Canisius, die hij schrijft, is zijn catechismus. Petrus Canisius schrijft een catechismus in vraag en antwoord. Eén voor kinderen, een dikkere voor jongeren en een uitvoerige voor volwassenen. Ook legt hij de aflaten die Luther en zijn aanhangers niet goed begrepen uit en het grote goed van onze ziel of die van de zielen in het zware vuur. Daarnaast geeft hij werken van kerkvaders uit en schrijft hij gebedenboeken en ontelbare brieven aan vorsten, bisschoppen en anderen die hem om raad vragen. Overal houdt hij volksmissies, zo in Würzburg, Elwangen. Hij sticht scholen in Hall en Innsbruck. Al deze reizen waren in die tijd niet zo gemakkelijk als nu. Er was geen auto, er waren geen treinen, geen vliegtuigen.
Alles moest te voet of op een paard gedaan worden. In Innsbruck blijft hij 7 jaar. En om jullie een kleine indruk te geven van die reizen die hij zo vaak gemaakt heeft, volgt zo dadelijk een klein verslag van een van zijn reizen. Wij komen van een berg af en zien in de vallei één grote zee. Het hele dal staat vol water. Wij gaan op onze paarden door het water en een aantal kilometer rijdt pater Canisius achter ons. Opeens zie ik hem onder de golven, met één voet in de stijgbeugel. Zo werd hij half voortgesleept door zijn paard en half bedolven door het water. Niet in staat zichzelf te redden, nog door ons geholpen te kunnen worden. En hij sprak de waarheid. In dat gevaar en in de onmogelijkheid hem te helpen, beveel ik hem in tranen aan God. En opeens zie ik een grote sterke man, die ik nog niet had bemerkt, voor mij staan. Ik roep en wenk hem om toe te snellen. Hij komt, verlost de pater en zet hem op zijn paard en leidt hem naar de weiden. Toen steeg ik af, omhels mijn reisgenoot en zeg hem: wat heb ik angst uitgestaan toen ik u in die toestand zag. Niet wetende wat te doen om u te helpen, heb ik u aan God aanbevolen. Waarlijk, antwoordde hij mij, ik ben nooit zo gerust en tevreden geweest als toen, en ik sprak van ganser harte: Cupio dissolvi et esse cum Christo. Ik wens ontbonden en met Christus te zijn. Dan wendde de pater zich tot de grote man, indien het een man was, en zei hem: in de herberg zullen wij samen eten, en daar zal ik u belonen. De vreemdeling geleidde ons tot het einde van de overstroomde landen. Toen verdween hij, en altijd heb ik gemeend dat het niet een mens, maar een engel was, door God gezonden om pater Canisius te redden, en hem nog enkele jaren te behouden, opdat hij door zijn prediking en zijn geschriften en deugden tot verdediging van de kerk zou werkzaam zijn. Na Pasen van het jaar 1562 wordt het concilie van Trente voortgezet. Hij gaat daarheen en als dat concilie voorbij is, gedaan is, wordt hij door de paus naar de Duitse landen gestuurd met de opdracht om overal de besluiten van het concilie te doen doorvoeren door de vorsten. Als hij terugkomt in Augsburg, woedt daar de pest. Hij houdt bidprocessies ter ere van Onze Lieve Vrouw en offert zichzelf voor de zieken. Dan sterft in Rome de heilige Ignatius van Loyola. Als overste van de Duitse provincie moet hij terug om een nieuwe overste te kiezen. Als dat gebeurd is, dan keert hij terug naar de Duitse landen. Op een van zijn reizen komt hij ook terug in Keulen en Nijmegen. En zijn familie wil een grote feestmaaltijd houden. Hij wil enkel komen als alle armen van de stad worden uitgenodigd. Dus zorgt de familie voor een grote ruime zaal van het hospitaal en daar vindt een grote maaltijd plaats. Tot slot van deze maaltijd vermaant Petrus Canisius hen om toch trouw te zijn aan het Rooms-Katholieke geloof. Hij komt tenslotte in Fribourg in Zwitserland, waar hij een college moet stichten. Hij zal daar ook de rest van zijn leven blijven, want niet lang nadien krijgt hij een hartaanval en vanaf dan is hij zo verzwakt dat hij niet meer kan preken. Dus zorgt de familie voor een grote ruime zaal van het hospitaal en daar vindt een grote maaltijd plaats.
Tot slot van deze maaltijd vermaand Petrus Canisius hen om toch trouw te zijn aan het Rooms-Katholieke geloof. Hij komt tenslotte in Fribourg in Zwitserland, waar hij een college moet stichten. Hij zal daar ook de rest van zijn leven blijven, want niet lang nadien krijgt hij een hartaanval en vanaf dan is hij zo verzwakt dat hij niet meer kan preken. Maar schrijven nog wel. Hij schrijft nog boeken en verhalen over de Zwitserse heiligen. Hij dankt God voor alles, vooral voor het lijden. Want het is door het lijden, zegt hij, dat wij onze grootste verdiensten kunnen winnen. Op 21 december 1597, hij is 76 jaar oud, ligt hij op zijn sterfbed. De omstaanders zien hem naar een bepaalde hoek kijken en zij horen hem spreken: "Zie daar, zie daar." Hij zegt Ave Maria en dan sterft hij. Tijdens zijn leven bad hij altijd de rozenkrans. Op zijn reizen had hij een rozenkrans in de hand of onder zijn mouw. Bij zijn dood wordt hij begraven in de Sint-Michaelskerk in Fribourg. Er vinden verschillende wonderen plaats. In 1864 wordt Petrus Canisius zalig verklaard en in 1925 heilig verklaard en tevens kerkleraar. Hij is ook de tweede patroon na Bonifatius van Duitsland. In Nijmegen, zijn geboortestad, wordt ook een reliquie van hem bewaard, namelijk zijn schoenen waarmee hij rondgereisd heeft en een botreliquie. En zo is door zijn werken een groot deel van Duitsland terug katholiek geworden. Laten we Petrus Canisius bidden voor het behoud van het geloof in de Lage Landen. Heilige Petrus Canisius, bid voor ons.